Staan we hier op Hip-Hop in Duketown. Het is weer aan, 2010. De acts zijn hard vandaag. We hebben Boef en de Gelogeerde Aap, Dredd en Krullen, Opposites, Typhoon. Komt er allemaal aan. Je ziet de mensen die komen al langzaam binnen. Het is nog best wel vroeg. En volgens mij wordt het wel een harde middag, man. Hip-hop in Duketown 2010, Boef en de Gelogeerde Aap, zeg maar even ervan, wat vond je ervan? Dood man. Zon schijnt, ja. Volop mensen. Kijk, we moesten vroeg. Oh, mijn stem is gewoon dood. Nee, maar ik zeg helemaal, kei vroeg eigenlijk, 10 over 3. Winnaar demo contest, dus niet eens echt zo op de... Maar ja, toch nice. Wel, dat is wel waardering, toch? Kom er ook even bij staan, man. Dat is je DJ. Ja, man. Kijk, veel mensen komen erop af, toch wel. En ik weet niet, man. Respons is toch wel gewoon altijd wel aanwezig of zo, man. Okay. Waar ik nieuwsgierig naar ben, dat is nu gewoon even het dingetje. Jullie zijn door bij de grote prijs van Nederland. Wat denk je zelf dat de kracht is geweest waardoor jullie door zijn? En wat, hoe ver denken jullie te gaan komen? Ik denk dat onze kracht was geweest dat we echt veel optredens hebben gedaan, man. Gewoon in deze formatie. Met één cd. We hebben vanaf eind november 2008, we hebben denk ik nu zo'n 70 shows gedaan. Allemaal zelf, dus ja, dat heeft wel echt sterk aanhang of zo gekregen. Dus, ja, mensen komen kijken, ze zijn een goede band. Nummers die we al lang kennen. Op elkaar ingespeeld en dergelijke. Ja, plus we hebben gewoon, ja, ik weet niet, iets wat nog niet eerder echt is gedaan of zo. Nou, hartstikke goed mannen. Ik zou zeggen, ook alvast gefeliciteerd natuurlijk met grote prijzen en zo. En vet optreden en ik hoop jullie nog vaak terug te zien, man. Maxine was erbij, man. Maxine, liefdes één, man, sowieso. Jullie weten wie het is. Ik ben op Duketown. En ik ben een beetje moe, want ik heb naar een hele energieke show moeten kijken vandaag. En dat is niemand anders dan Dredd en Krullen, man. Je weet het zelf. Ik ga even vragen hoe ze het vandaag vonden op Hip-Hop in Duketown. Nog steeds gezellig, man. Nog steeds gezellig. We waren de eerste act. Wij gaan Fresco nu beginnen. Zo blijft sowieso hangen voor de andere acts checken, toch? Okay. Weet je wat ik laatste tijd veel hoor? Al die mannetjes zeggen van ja, represent dope, maar ze zijn geen Dredd en Krullen. Leg uit, man. Is dat zo? Ja, man. Ja, daar weet ik niks van, man. Ja, ik hoorde iemand dat laatst ook zeggen, man. Ja, man. Streets are stalking, maar ja, ik weet niet, man. Lekker bezig, zou ik zeggen. Lekker bezig. Iedereen, ja, jullie zijn on the grind. Nice. Brabant, ander publiek natuurlijk dan boven de rivieren. We zijn wel bekend met het publiek in het zuiden, man. Sowieso big op het zuiden, weet je toch. Het zuiden is altijd top. Altijd top. Dus love van samen sterk, sowieso, man. Je weet toch. Maxine was erbij. Hip-hop in Duketown. Mr. Fresco, alles goed? Ja, man. Lekker, je hebt lekker opgetreden, het heeft niet geregend nog. De vibe was goed, denk ik. Ik ben er redelijk tevreden mee, moet ik zeggen. Komt ook heel erg door het publiek, man. Ik vind de gezelligheid hier heel goed. En dus... Brabant, hè? Ja, daarom, man. Voel me meteen thuis, hè? Gaat gelijk. Als ik Brabants ga praten, krijg ik meteen een dubbele kin. Gaat gelijk van zoiets van, dat ga ik gewoon doen vandaag. Ja. Ja. Je had niet zoiets van deze keer niet. Nee. Bedoel ik. Hé, hey, maar Fresco, moet eens luisteren. Hoe vind jij het nu? Sinds dat je begonnen bent en nu met alle liefde, met alle optredens, met de picture. Noem het maar op. Het is veel om te bevatten, man. Echt heel veel. En soms is het ook zoveel om te bevatten dat je gewoon dichtklapt, weet je wel. Ja. Maar dat betekent gewoon, dat is eigenlijk een goed teken dan, weet je wel. Want
er is gewoon iets groots gaande, man. Iets groters dan mij, weet je wel. Ik bedoel, uiteindelijk, ik ben ook maar gewoon een mens. Ik ben vader. Probeer gewoon, je weet toch? Ja. En, maar Frisco is groter geworden dan de mens. Snap je wat ik bedoel? Oké, luister, ik heb gehoord dat je straks weer allemaal shows hebt. Dus ik ga je met rust laten. Goed, ik ga je op laten laden, je weet toch? Ja, ik wil je bedanken voor die show vandaag. Ja, hartstikke goed, man. Ja, Frisco, je weet zelf. Hip-hop in Doektown, alles ervaren is erbij. Voor wie me overtuigt, en dan maak ik een lichte buiging. Geef je wat die rappers missen, overtuiging. Geef je wat de compensatie, komt met klassiekers. Kom hier net dikke aan, gaan verdienen. Wie zich niet verdient, lief, fuck je met wat hij zegt. Kom hier op mijn weg, even goede vrienden. Ken je het niet zo lang, we waren even goede vrienden. Nu ben je de een van die momenten goede vrienden. Een gevallen rapper. Toch is al vandaag, want die hoeft de categorie van ogen lang waarden. Aight, ik heb één brandende vraag. Even cut the bullshit. 3 september. September. Nee, ja. Hij komt niet. Hij komt. Het is een joke. Het is een gimmick. Nee. Je gaat me niet gek maken. 3 september. Wat kunnen we verwachten? Wat? Vertel iets, man. 3 september. Het is gewoon eindelijk de debuutalbum van Katessa, Kleine J. Wat eigenlijk al lang had moeten komen. En die dag wordt gewoon een leuk feestje. We vieren gewoon dat we eindelijk die plaat hebben. Hopen dat mensen het gewoon waarderen. En dat is wat mensen gewoon 3 september kunnen verwachten, weet je. Heel andere muziek, zeg maar. En mooie muziek, maar be there, weet je. Het is gewoon... Waarom niet? Vette 1-1 bar sessie achter de rug ook, een tijdje geleden. Vond je er zelf van? Spontaan, leuk, ja. Want hij werd echt heel goed ontvangen. Ik hoorde dat gasten vuur harder vonden op de 1-1 dan op de track. Ja, ik weet niet of dat een goed teken is, op zich wel, weet je. Ja, betekent dat je hard gaat. Ja. Dus ik vond het leuk, man. 1-1, altijd gezellig, weet je. Gewoon, dat is wat we doen. Ja, ik hou ook eigenlijk niet van interviews, weet je. Het is dat jij het bent, maar anders dan... Snap je? We spitten gewoon liever de beat vol en dat is wat we doen, you know. Oké, nou luister, jullie hebben vandaag hier de hometown rock. Ga ik er verder niet over hebben, want dat is gewoon standaard bij jullie. De liefde is er nog altijd. En ontzettend bedankt dat je weer voor mijn camera wil staan. Allebei, ja, man. Nick, gedaan, man. Hartstikke bedankt. Cortez, Kleine J. Altijd fijn om met jullie te praten. En whatever, man. Keep on doing what you're doing. Thank you, man. Ik ga met een fijn gevoel afscheid van deze jongens nemen. Hip-hop in Doektown. Yeah, Cortez en Kleine J.